Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Nieuw Super Mario Bros. Wii. Nou ja, zo nieuw is hij niet meer, maar dat maakt niet uit. Iedereen, hopelijk hebben jullie een hele fijne kerst gehad. Hopelijk hebben jullie genoten van de Minecraft-serie. Die dus, ja, eigenlijk best wel ironisch genoeg het laatste weekend van dit jaar is afgelopen. Maar we zitten nu op deze maandag en gaan gewoon gezellig verder met Wereld 7-3. Dus ik hoop dat iedereen een leuke kerst heeft gehad. Gezellig met ouders is geweest, leuke films. Ik had al een hele discussie over Home Alone gezien. Best wel veel reacties gelezen, tenminste proberen te lezen. En ik ben zelf een beetje roestig, want ja, ik heb vorige week maandag, het is nou zondag omdat ik dit opneem, maar ja, het is nu weer maandag, dus voor jullie is het maandag, laat ik het daarop houden. Of voor welke dag dat jullie dit ook zitten te kijken, dat weet ik natuurlijk ook niet, hè. Dat kan ik natuurlijk ook niet weten. Maar ja, een hele gezellige, hallo Starcoin, jou neem ik heel eventjes mee. Een hele gezellige kerst gehad, hartstikke leuk gehad, dus ook weer een onverwachts kerstcadeautje zelfs gehad. Ja, oh, paas erop ga je. Daar heb ik problemen mee als je zo doet. En ook met jullie. Volgens mij heten ze fuzzies. Tenminste, iedereen noemt ze fuzzies. Fuzzies. Nee, wij hebben geen buzzies, wij hebben fuzzies. Nou, juist, of fuzzies, buzzies, maar maakt het uit. In ieder geval, wat ik wou vertellen is, ik heb dus weer een heel erg leuk secret spel gehad van de Towler. Dat is dus zeg maar het spel wat ik nou dit weekend eventjes als bonus ga gebruiken, aangezien dat we heel eventjes een break nemen van de Minecraft-series. Want we hebben nou, Minecraft Hardcore is nou klaar. Er komt een tweede seizoen aan, maar wanneer dat tweede seizoen begint, dat weten we natuurlijk nog niet. Dus hou daar eventjes wel rekening mee. We doen ons best om zo snel mogelijk geraakt te worden door een fuzzy. Nee, we gaan zoveel mogelijk ons best proberen te doen om dus... Zat die niet eens? Dat dacht ik ook. We gaan dus zo snel mogelijk ons best doen om daar weer zeg maar zo snel mogelijk een serie van te gaan maken. Maar wanneer dat die serie begint, dat is dus zeg maar de vraag... Dus wees daar heel erg geduldig bij, want er komt daar natuurlijk heel erg veel planning bij kijken. Dus ondertussen is ook Towletown weer open. Hartstikke leuk. Towletown is ook weer open. Super gaaf. Dus ja. Allemaal van die dingen die heel erg belangrijk zijn. Nee, ik ben trouwens dit keer niet vergeten. In dit wereldje, deze level, daar zit geen secret ending. Dus daar hoeven we ons helemaal niet druk over te maken. En we hebben al bijna de derde Starcoin. Dus we hoeven alleen maar uit te kijken voor die fuzzies. Want die beesten die komen ook weer terug. Deze muziek is gezellig en dat vind ik wel leuk. Nog meer nieuws trouwens, helemaal vergeten te melden. IJspret of sneeuwpret, hier in het zuiden. Hier in het zuiden gaan we weer met z'n 22 met Weerbrecht. Word ik dus geraakt door een fuzzy. Nee, hier in het zuiden hebben we het weer voor elkaar gekregen om, ik weet niet hoeveel, of weer voor elkaar gekregen te hebben. Ik moet heel eerlijk zeggen, het is een tijd geleden tot we sneeuw hebben gehad. Maar als het sneeuwt, sneeuwt het goed. Er is hier een behoorlijk dik pak gevallen en ja, dat is nou één grote ijsklont. Waar je dus niet echt vrolijk van wordt. Tenminste, ik word er niet echt vrolijk van, want het is nogal moeilijk om zeg maar van parkeerplaats af te rijden en zo met de gladheid. Maar ja, dat maakt op zich niet zoveel uit. Ik bedoel, ik hoop dat sommigen weer lekker hebben kunnen sleeën of sneeuwbalgevecht. Vandaag, ja, ik zou het... ik bedoel, ja, ik weet niet. Ik weet niet of het er vandaag eigenlijk nog ligt. Aangezien dat ik dit op zondag neem. Maar en zaterdag was het de dag, zeg maar, tot er dus een gigantisch pak sneeuw viel. Dus ja, ik heb... Het zijn allemaal behoorlijke ijsballen. En dan praat ik over zondag. Dus, maar goed, eventjes als een bonusje. Een Minecraft-huisje. Wat leuk. Oké, batterij! Ik heb nog steeds mijn batterij niet vervangen en hij doet het nog steeds, dus waarom zou ik... Hij swingt nog steeds. Terwijl dat ik het niet vroeg, maar hij doet het nog steeds. Oké, dus dit is Wereld 7 One-Up huisje. We hebben de One-Ups niet nodig, maar ik ga jullie proberen te laten zien hoe dat je dus zeg maar de meeste levens kan krijgen. Nou, je hebt dus zeg maar een drie levens schietertje. En als je dat goed mikt... Ga ik even kijken hoor. Hoppakee! Dan kun je hier dus 8 levens te pakken krijgen. Maar dan moet je heel goed mikken. Je kunt makkelijk 4 te pakken krijgen door gewoon recht omhoog te schieten. En dan die 3 en die 1 te pakken. Maar je kunt dus zeg maar op zo'n manier 8 levens te pakken krijgen. Wat me een beetje doet denken aan Super Mario 3D World. Ja. Dat zorg ik daar eigenlijk ook wel een beetje voor. Goed, we gaan dus naar Ludwig zijn kasteel. En Ludwig is altijd de final boss geweest. Ook in Mario 3, waar ik heel erg veel references naar heb gemaakt. Maar dat maakt niet uit. Maar deze heeft dus ook een secret ending. En ja, ik weet het, daarboven, dus, oh, er zitten daar ook een paar levels en die willen jullie me toch graag zien doen. Maar zoals altijd gaan we eerst naar de gewone einde, aangezien dat we Ludwig eventjes moeten laten zien wie de baas is. En dat ben ik natuurlijk.
Oké, nou, als ik me niet vergis, was deze niet zo lastig. Of wel lastig, ik weet het niet meer precies. Ik weet dat er ergens dan een secret zat in de muur. En ja, ik kan wiebelen. Ik weet het. Wiebel, wiebel, wiebel. Wat leuk. Dus het kan zijn dat ik heel eventjes moet zoeken waar hier ook weer die secret ending zat. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat we niet geraakt worden door de bullet bills. Dat we alle bullet bills gewoon gaan ontwijken. Dat zou heel erg fijn zijn. En dat we dus zeg maar... Volgens mij zit daar iets. Volgens mij... Hier zit niks, hè. Het spel haalt mij. Baas erop. Ik heb dodging skills. Ook al ben ik uitgegleden in de Minecraft-serie. Al moet ik wel zeggen dat het spel wat ik dit weekend ga spelen... Het is nog een secret to everybody. Maar het spel wat ik ga spelen dit weekend... Oh, jongens. Sta ik eventjes voor een pleziertje. Jongen. Daar is dit niks bij. Ik weet niet of jullie het al weten. Maar ik heb een cadeautje gekregen van de Towler. Dat is weer een spel op Steam. En ik heb hem nog niet gespeeld. Het wordt helemaal blind. Dat heb ik geëist. Dat zei ik van mezelf. Op zijn minst moet het blind worden. En natuurlijk word ik dan geraakt. Nee, op zijn minst moest dat blind worden. Van mij. Nee, oh. Wacht. Oh nee, dat zit niks. Oké. Oh, moest je dan niet met een propellerhoed aan naar boven of zo? Oh nee, dat is voor die starcoin. Zal ik nou gewoon... Weet je wat, pak die pennen er maar even bij, waarom ook niet. Oké, nou, laten we er maar vanuit gaan dat we hier naar boven toe moeten. Goh! Ik hou ervan als ik gelijk heb. Oké, nou. Dus nu... Wacht eens eventjes. Ik laat net zien dat je hier doodgaat. En dan nog ga ik naar beneden kijken van... Hé, misschien ging ik dood. Nou, ik snap niet waarom dat hier dan zeg maar zo'n valplateautje zit. Ik bedoel, alsof dat je daar... Of ja, valplateautje. Zo'n plateautje die eigenlijk laat zien van... Ja, maar kun je ook net doen? Oh boy. Oké, nou. Plateautje, daar hoeven we dus niet per se helemaal mee naar boven toe te rijden. Plateautje kunnen we ook zeg maar gewoon een beetje zeg maar ons laten volgen via de plateaus. En ik haat deze bommen. Nee, echt serieus, ik haat de bommen. Zoals jullie zien, ik heb een propellerhetje even voor de zekerheid gepakt om eventjes die starcoin makkelijk te kunnen pakken. Nou eens aan de kant, jullie! En nou geloof ik dat er achter een van die deuren, zeg maar, tot daar dan zeg maar de secret ending zit. Maar dat weet ik daar niet uit mijn hoofd. En natuurlijk moet ik wel opletten dat er geen bommen achter me lopen. Hier, cadeautje voor je. Oh. Mag ik er nog één? Dank je. Nee, niet dood gaan jij. Ik heb je nodig. Ik heb je nodig, jongen. En bommen weg. Oh, please, zeg me dat hij goed zit. Ja, hij zit goed. Oké, we hebben ze allemaal. Goed. Dan gaan we nu eerst naar de gewone einde. Want ik weet dat hij echt achter de kanonnen zit. Dus de bonus einde. Maar we gaan nu eerst naar het gewone einde. En daarna gaan we wel eventjes jullie meenemen. Dat ging me net goed. Daarna neem ik jullie mee naar het secret ending. Zoals altijd. Zoals altijd jullie gewend zijn van mij. En april. Toch? Iets in die trend. Hey, Ludwig. Ja, dit is zo grappig. Net zoals hoe irritant jouw... Wow! Je hebt trucjes geleerd, hè? Van... Kunnen die dingen alsjeblieft opdonderen? Jezus, zeg. Oké, weet je wat? Wow, boy. Ik wou zeggen, val gewoon naar beneden toe, dan spring ik op je hoofd en zijn we er klaar mee. Ik was heel eventjes stil omdat ik even aan het focussen was, maar dat maakt niet uit. En man number one, en je hebt je petje weer terug omdat ik net opzettelijk dood ben gegaan. Leuk hè? Leuk man. Het is af en toe wel leuk om eigenlijk zo weer onze Ludwig eigenlijk weer een beetje in actie te zien. Ik weet niet, Ludwig is een van de favorieten van de meesten, ik snap niet waarom. Ik bedoel, ja, hij is de slimste denk ik. Maar goed, laten we nou maar eerst eens even kijken of we hier naar de secret ending kunnen. Dus ik zie jullie in een beetje van de beach. Nee, Toad, we helpen je niet. Nee, ik wil ook niet zeven.
Dat was slim. Daar zat hij dus. En ik maak hem maar helemaal surf zoeken. Oké, geef mij eens eventjes veel bullet bills. Heel veel bullet bills. Al de bullet bills die we kunnen krijgen. Ik zit me eigenlijk de hele tijd al surf te zoeken. Waar zit nou die stomme bullet bill? Ken je nergens? Of ja, bullet bill. Die stomme dinges. Kan je hem nergens vinden. Levens! Hele makkelijke manier om levens te krijgen. Maar daar zit dus die secret ending. Dus heel erg sneaky verborgen. Ben je op zoek naar een doorgang warpipe? Zit er helemaal nergens. Je kunt daar gewoon een stukje door de muur heen lopen. Heel erg sneaky dus. Verborgen. Hou er rekening mee. Het ergste is ook nog eens een keer. Dit brengt niet echt naar een secret. Dit brengt je naar een... Naar secret wereldjes. Want hier hebben we namelijk een secret level zitten. Maar die doen we dadelijk pas. Want we gaan nog eerst eventjes naar de Ghost House. Omdat de Ghost House hier ook een secret ending heeft. Plus ook nog eens een keer... 3 star coins. Ja. Ik wist niet waar ik met die zin naartoe ging. Maar goed, we hebben hier dus ook weer 3 star coins te gaan halen. Dus laten we daar maar even mee gaan beginnen. Boe. Gaan we weer met slechte boe-grappen batterij beginnen? Boerderij. Oké, die is wel heel erg slecht. Oh, hier hebben we de punching guys. Die zijn heel erg grappig. Want de punching guys moet je dus zeg maar naar die blokken toe leiden. Ah, dan weet ik ook al gelijk waar je die secret ending zit. Want deze die ken ik toevallig dan uit mijn hoofd. Maar je moet ze dus zeg maar daar naartoe leiden en dan slaan hun voor jou die blokken dus aan de kant. En zo kun je dus zeg maar bij de starcoin komen. Wat ik zeker jullie wil laten zien is waar hier dan de secret ending zit. Boom! Sommige wil je laten leven, sommige die kun je gewoon keihard laten sterven. Ach, wat jammer nou. Gooi ik hem nou als eerste tegen jou aan? Oh, wat ben ik toch een gemene rikje. Nou, heel erg grappig. Hem wil je laten leven, want hem moet je dus zeg maar door deze muur heen laten slaan. Auw. Deze moet je dus zeg maar door die muur heen laten slaan, dan kom je dus bij de secret ending uit. Dus daar zie ik jullie straks zeg maar op het moment dat we dit level al gehaald hebben. Jullie killen elkaar, dat weten jullie toch hoop ik wel, hè? Dus, nee? Echt niet? Oké, nou prima. Nog niet eens een power-up. Maar hier zit ook geen checkpoint, want het weet wel met dit spel. Dus het moet ook checkpoint-vriendelijk zijn. Oh jee. Doe iets. Oh, daar heb ik veel aan. Oh boy. Romeo, weg. Arsch, nou. Zeg maar dat hier geen bitcoin zit. Zeg maar alsjeblieft dat hier geen bitcoin zit. Oké, dat is een fake door. Everybody do the dinosaur. Ik denk dat die deur daar hier dan een echte... Is dit de echte deur? Nee, is niet de echte deur. Dan gaan we naar deur nummer 3. Is ook de verkeerde deur. Oké. Zeg, Boebozel, zou je alsjeblieft... Oké, dank je. Pak wel deze deur. Maak je geen zorgen. Oké, deze Big Boo herinner ik me nog wel. Die moet je wegjagen, want dan komt dus zeg maar... Dan zie je dat hij de Starcoin bewaakt. Dus, jou kende ik nog, ja. Ja, je bent mijn boezemvriend. Nee hoor. Ik moet er niet aan denken. Het enige nadeel is ik mis nou de Starcoin. En dat is zeg maar de Starcoin bij de Secret Ending, als ik me niet vergis. Vergis ik me eigenlijk wel, dan baal ik, want dan mag ik dit level 3 keer gaan doen. Waar ik dus helemaal niet op zit te wachten. En ja, die vogels zijn irritant. En nee, ik ga niet vlak voor het einde dood, zodat ik heel dit level weer opnieuw mag gaan doen. Dus vogels, keep on trying. Ik negeer jullie gewoon. Ik vlieg er weer eens vandoor. Dat was niet de bedoeling om het zo spannend te maken. En het is koud. Ja, ik heb de verwarming aan, maar het is nog steeds koud. Oké, nou. Ik ga eventjes naar de knip. En ik zie jullie wel bij de plek waar ik zei van dat je daar moest opletten. Goed, dus. Mag ik een mushroom dat ik niet dood wil gaan en mijn petje dus niet terug wil hebben? En ik zie jullie dus in een seconde. Ah, heb jij daar nou zo... Oh! Ik dacht, die zit veel dieper. Nou, dat maakt niet uit. Maar ja, hier zit dus zeg maar zo'n gemene muur. Je moet het maar weten. Ik bedoel, ja, volgens mij was er zo'n videootje die je zeg maar zou laten zien met zoveel starcoins dat daar dus zeg maar de secret zat. Volgens mij was er een videootje of zo. Maar nogmaals, ik heb al gezegd, de videootjes, daar moet je zelf achterkomen. Ga ik niet showen, want dat zou ik niet... Oh, please. Oh nee, ik ben niet gedispand. Oké.
Ja, het nadeel is, zelfs in een Mario game kunnen dingen despawnen. Niet leuk. Oh, wat? Oké. Zit hier dan een secret in? Nee. Nou, waarschijnlijk moet ik... Nou ja, dan gaan we toch weer omhoog. Ben deze route een beetje vergeten hoe dat die ook alweer in elkaar... Uitjepapoe. Een beetje vergeten hoe dat deze route ook alweer... Uitjepapoe. Oh. 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 Dank je, Boe. Oh. Daarboven daar zit ook gewoon een trampoline dinges. Volgens mij moet je dit zo snel mogelijk doen om zeg maar een starcoin te krijgen. Dit wordt... Weet je wat, ik ga gewoon walljumpen. Oké, Boe, daar trappen wij niet nog een keer in. Oké, je hebt daar dus een grote Boe. Oh, echt? Waarom heb ik zo'n gevoel tot daarboven? Ah! 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 Ah, stop, hè? Ah! Huh! 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 Oh, hoe kwam ik daar ook weer? Oh boy. Mag ik nog... Ah, moet ik nou helemaal weer terug naar beneden toe om alleen maar... Oh, ik weet zeker dat er boven die secret zat. It's a secret to everybody, boo. Waarom moet dit... Oh. Laat mij gewoon in rustig naar boven klimmen, ja? Negeer mij. Daar ben ik blij om. Oké, als ik niet vergis... Dan niks. Er zit hier die derde starcoin! Boe, wij moeten praten. Is die dan niet? Oh. Natuurlijk. Als jullie nou zelf eventjes goed stil blijven staan, dan kan ik gewoon heel eventjes... Soms moet ik even zelf nadenken. Soms weet ik gewoon niet waar ik meer mee... Uh-oh. Nee, dan maar even een hit gekregen. Waar is hij? Nee! Ik wil dat niet nog een keer opnieuw doen. Nee! Ik heb een 99 levens en dat wil ik zo houden. Geef me die secret dan niet. Hoezo, not this way? Not this way? Dat zegt hij toch? Not this way? Waarom zegt hij not this? Ik bedoel, het is een secret. Waarom mag je dan niet die way? Maakt niet uit. Wij hebben de secret ending gevonden. We hebben alle starcoins aangevonden. En dit brengt je dus automatisch zeg maar weer één level verder. Dus eigenlijk is deze secret best wel pointless. Nou, zoals jullie dus mij al duidelijk hebben verteld. Op het moment dat je een ster gebruikt... Sla je hun gelijk aan de kant. Wou ik heel even laten zien. Ster voor ster. Waarom ook niet. En dan krijgen we weer die jingle. Patraai. Jingle. Nee. Flame. 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 Ik wil die jingle. All the way. Oké, maakt niet uit. Dus ja. Nou kan ik zeggen van... Even kijken. Want volgens mij dit is wereld 7 spook. En dan hebben we daar 7 zoveel. Dit is 7-4. Dus dan zou dat daarboven is 7-6. Oké, dat doen we gewoon eerst. Morgen gaan we gewoon beginnen eerst met 7-4 en 7-5. En dan 7-6 doen we daarna als bonus. Dus ik hoop jullie allemaal morgen te zien bij een nieuwe aflevering van Let's Play Nieuw Super Mario Bros. Wii. Dank jullie wel voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. Ik hoop jullie morgen weer te zien. En ja, veel plezier met sneeuw. Of hopelijk veel plezier binnen bij de warme kachel. Wat je zelf het fijnste vindt. Ik hoop jullie morgen te zien. En tot dan. Doei!